ja, denk je, verdomme, weer niet. Ja, dat is gewoon, ja, balen als een stekker natuurlijk. Van de boordstudio van Radio Veronica tot gouden platen van Golden Earring. Je kunt het zo gek niet bedenken of het zit in de collectie van Museum Rock Art. Nu nog weggestopt op een zij-industrieterrein. Plannen om naar de popstad van Nederland Den Haag te verhuizen ketsen af. Daarna komt het oude raadhuis van Alphen aan de Rijn in beeld. Maar ook dat loopt op niks uit. We hebben natuurlijk een houdbaarheidsonderzoek gedaan. En daaruit kwam al dat er grote investeringen nodig waren sowieso om het gebouw klaar te krijgen voor het popmuseum. Daarnaast zou er sowieso ook bijbetaald moeten worden voor de exploitatie. Dat was heel erg afhankelijk ook van het bezoekersaantal, dus er waren veel onzekerheden ook daar. En daar is nu nog corona bijgekomen, waardoor de bezoekersaantallen voor de voorzienbare tijd ook onder druk stonden. En dat bij elkaar heeft beide partijen doen besluiten om daarvan af te zien. We kunnen maar een 0,5% van onze collectie kunnen wij tentoonstellen. De rest zit in depots opgeslagen. En wij vinden gewoon dat dit moet gewoon Nederlandse bevolking en misschien ook wel daarbuiten, buitenlanders, moeten gewoon zien wat voor een enorme brok historie aan popmuziek hier aanwezig is. Toch staat de deur nog op een kier. We hebben afgesproken met de gemeente Alphen dat indien er nog geen andere bestemming aan het pand is toegewezen, dat wij dan weer in gesprek kunnen gaan met Alphen. Het is van ons allemaal, het is cultureel erfgoed, het is een geschiedenislijn vanaf de jaren 50 tot heden. Kom op, dat hoort in een waanzinnig complex.